Het is woensdag. U kijkt naar uw stad, u in de wijk Kanaleiland. Wat hebben wij voor u in de uitzending? Hart van Noord ontvangt 30 gratis laptops van non-profit organisatie Yink. En ik sta hier langs het kanaal, want ik ga op zoek naar positiviteit in deze donkere dagen. En verder, het jongerencultuurhuis is in het Griftpark, want ze gaan leren hoe je een film moet opnemen. En wij zijn er natuurlijk ook bij. Heel veel kijkplezier. We staan hier in het Griftpark in Utrecht Centrum en jullie gaan hier vandaag een korte film opnemen. Kun je daar wat meer over vertellen? Voor het lockdown programma zijn we nu eigenlijk bezig met het maken van een paar korte films. Waarbij de jongeren uit Kanaleiland en Overvecht een eigen spoken woord schrijven. En daar gaan we samen een kort filmpje bij maken. En wat voor thema's zie je dan terug bij jongeren? Dat verschilt best wel. Voor de een gaat het echt heel groot over welke keuzes maak ik en welke invloed heeft dat op mijn toekomst. En voor anderen gaat het over je dromen achterna zitten. En we staan hier nu bij de skatebaan vanwege een film voor een jongen die uit Italië is gekomen. En zijn thema gaat ook over verlangens en dromen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we gaan straks filmen met Il Presagio. Hij heeft het over je dromen achterna zitten. Dus hij is inderdaad in Italië opgegroeid en is naar Nederland gekomen eigenlijk. En is zijn dromen tot werking laten komen, tot leven laten komen. Now, what is your story about? My story is about me going from Sicily to the north of Italy after coming here to Netherlands to follow my dreams. My dream is the music, working with my music and do what I love. And I came here and I'm doing that and I see things happen. So I think if you go for it, everything come to you. Als er een jongere aan het kijken is, dat lijkt me hartstikke leuk om een keer spoken words te doen of zo'n film te maken. Waar moet diegene dan naartoe? Het makkelijkste is om naar onze Instagram te gaan. Het is @boxcultuurhuis. En dan kan je een DM sturen of je kan naar de website van ons. Of je kan iemand appen. Dat is eigenlijk heel low-key. Je kan gewoon zomaar altijd naar binnen komen. Wat voor positiviteit haal jij uit deze periode? Eigenlijk wat ik nu doe, dus gewoon lekker naar buiten, lekker wandelen. En heb je ook tips van andere mensen? Want we hebben natuurlijk de avondklok. Wat doe jij anders na 9 uur? Eigenlijk niet zoveel. Misschien net als jouw zoontje. Ik heb 2 huisgenootjes en dan ga ik gewoon lekker mee eten. En een beetje chillen op de bank met thee. Mag ik vragen hoe u positiviteit haalt uit deze dagen? Dat is echt moeilijk. Want als je alleen woont, dan is het niet zo prettig. Is dan zo'n ritje langs het kanaal, helpt dat u? Ja, ik ga er elke dag, ondanks of het moet hard regenen, maar dan ga ik er even uit. En dat helpt een hele hoop, ja. Dat is absoluut. En heeft u ook thuishulp of heeft u de buren? Nee. Ik heb 2 zoons die, als het nodig is, me helpen, boodschappen doen of wat dan ook. Dus wat dat betreft, ik heb me eigenlijk alleen goed redden, laat ik het zo zeggen. Hallo! Wij zijn op zoek naar positiviteit in deze donkere dagen. Nou ja, hem. Hij is nu 2 weken bij mij, maar dat gaat echt super goed. En hoe heet jij? Dat is Barry. Heeft hij echt gewoon jezelf geoplift, zoals je dat noemt? Nee, het ging wel goed met mij. De situatie was gewoon wel goed, dus ik was wel vrolijk, alleen af en toe zie je het gewoon even niet meer zitten. Hè? Omdat je niet meer kan sporten, niet meer je vrienden kan zien. Dus hij heeft wel geholpen, maar die heeft wel geholpen, maar ik was al wel gewoon vrolijk.
En heb je een tip voor andere mensen? Want we nemen er niet in beeld. Maar je zegt, nou, dan moet je niet bij mij wezen. Maar als ik jou zou zien, nou, ik zou het wel heel gezellig vinden om met jou... is ook positief, toch? Zo'n wandeling maken. Ja, nou zeker. Wandelingen maken. Gewoon zoek iemand op met wie het kan en lekker naar buiten gaan. Nou, ik ben lekker aan het werk als fietscourier. Dat is wel leuk. En ik spreek af en toe nog af met vrienden. En ik woon in een studentenhuis. Dat is wel gezellig ook. Dus, kijk, jij hebt gewoon de perks van het lockdown. Zo zou je het kunnen noemen. En heb je nu veel meer werk? En normaal zou ik zeggen, als je meer werk hebt, dan is het eigenlijk minder leuk. Het gaat wel lekker nu inderdaad met werk. Er zijn een aantal dingetjes die er zeg maar bij zijn gekomen. Dat ze wat extra klanten hebben gekregen die nu wat minder afzet hebben. En dan met bezorgservice nog wat meer wat kunnen regelen zeg maar. Doe je extra je best dan? Ja, zeker weten. Ja, ik probeer altijd wel met een glimlach dingen af te leveren bij iedereen. Als iemand behoefte heeft om... even een kort praatje te maken of zo, dan luister ik altijd wel even naar ze en even gezellig doen. Vandaag ontvangt Hars van Noord, een samenwerkingsorganisatie van onder andere scholen in Kanareiland, 30 laptops van non-profit organisatie Yink. Deze laptops worden verdeeld onder kinderen, onder andere in Kanareiland, die er bijvoorbeeld zelf geen hebben of wiens een laptop kapot is. Zodat zij thuisonderwijs kunnen krijgen vanwege de lockdown. Laptops eigenlijk naartoe? Wij zijn van de Brede School Hart van Noord en daar zitten 3 scholen. En ik ben directeur van basisschool De Panda. En al onze kinderen zijn nu natuurlijk door corona thuis aan het werken. En we hebben ook een groep kinderen die op school zitten, omdat ze dus bijvoorbeeld ouders hebben met een cruciaal beroep. En soms ook omdat het kwetsbare kinderen zijn die wat meer nodig hebben. Die laptops die zijn heel hard nodig. Want ja, we hebben natuurlijk gezinnen waar bijvoorbeeld meerdere mensen thuis iets met een laptop aan het werk zijn. Hè? Dus kinderen, broertjes en zusjes ook in het voortgezet onderwijs. Dus dan is er wel eens iets meer nodig. En wat we natuurlijk nu na een aantal weken lockdown meemaken, is dat er ook wel eens computers en laptops kapot gaan. Dus dan is er wel eens iets nieuws nodig. Brede School heeft vanuit de school het signaal gekregen dat er een tekort is aan computers. Dus we hebben een oproep gedaan aan het stadsnetwerk Gelijke Kansen om ons daarin te ondersteunen. En zij kwamen met het geweldige initiatief vanuit Yink. Dat zij laptops zullen doneren aan onze brede scholen. Dus dat is Brede School Overvecht en Brede School Kanaaleiland Hart van Noord. Yink is een non-profit organisatie die zich inzet voor kansengelijkheid. En dat doen we met allerlei bedrijven en scholen. Dus we hebben een heel groot netwerk daaraan. Een van die bedrijven is Julius Clinical en van hen ontvingen we de laptops. Nou, de laptops worden nu in ontvangst genomen door de scholen. En die gaan samen met hun team natuurlijk kijken waar de laptops terechtkomen. Er zijn kinderen die natuurlijk al waarvan al duidelijk is dat zij geen laptop thuis hebben. Dus niet online kunnen. En daar gaat de laptop naartoe. Bij ons op school werken we eigenlijk, hebben we volledig online onderwijs. Dus dat betekent dat gewoon de juf en de meester die komen om 9 uur online en de kinderen allemaal. En dan krijgen ze instructie via Microsoft Teams. Dus ze hebben allemaal Teams op hun computer, op hun laptop geïnstalleerd. En dat is wat ze doen. En daarna gaan ze dan een stukje zelfstandig aan het werk. En daarna krijgen ze verlengde instructie ook weer via Teams van de meester of de juffrouw. Als een kind geen laptop heeft, of soms maar, er zijn enkele gezinnen nog die er nu nog geen hadden. En die hebben zelfs via de telefoon moeten proberen. Nou, ik kan je zeggen, dat werkt niet. Op zo'n mini-schermpje, dus al die 24 kinderen in beeld en de juf erbij, dat gaat niet. Dus ze zijn heel cruciaal, anders hebben de kinderen geen onderwijs. Wij gaan ervan uit dat we ook langer online les zullen gaan geven. Misschien dat klassen gedeeltelijk naar school komen. Dus dit blijft gewoon een hot item. Dat kinderen op een goede manier achter een goede laptop moeten zitten met een flink beeld. Zodat ze met Teams vergaderingen en lessen kunnen volgen van wat er gebeurt. Dus daar gaan de laptops vooral naartoe en daar zullen ze voor gebruikt gaan worden. Waar het eigenlijk om gaat, we hebben eigenlijk veel laptops nodig, omdat we veel gezinnen hebben waar dat nodig is. En op die laptops, daar moet je snel een goed werkend wifi-netwerk op hebben. En er moeten licenties op zitten, omdat kinderen kunnen schrijven, dat ze kunnen typen en dat ze iets kunnen maken en kunnen inleveren.
We hebben vandaag kunnen zien dat de eerste 30 laptops tot grote vreugde van Hart van Noord in ontvangst zijn genomen. Toch zijn 30 laptops bij lange na niet genoeg. En meer zijn er altijd welkom. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten en een beetje extra positiviteit heeft gekregen. En geef het vooral door natuurlijk. En ja, wilt u die leuke filmpjes zien? Gaat u dan naar www.uindewijk.nl. En ja, heeft u tips? Positief? Dan kunt u ons mailen op kanaaleiland@uindewijk.nl. Fijne avond!